welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een van jullie favoriete video's. En dat is een action make-up video. Ik ben bij de Action geweest en ik heb een heleboel make-up daar gekocht. Volgens mij echt genoeg of bijna genoeg voor echt een full face. Voor de mensen die het niet weten, ik heb een Instagram samenwerking met Max & More. Max & More is het grootste make-up brand die te koop is bij de Action. Omdat ik dus samen met hun werk voor Instagram, heb ik ook een hele collectie hier. En weet ik al van alles wat ik ervan vind en heb ik het al vaker gebruikt. Dus ik heb nou bij de Action alles gekocht behalve van Max & More. Omdat ik van dat al gewoon weet wat ik ervan vind en al vaker heb gebruikt. Dus ze hebben bij de Action echt nog genoeg andere brands. Dus ik heb daarvan allemaal make-up van gekocht. En ik heb me ook echt gehouden aan de Action make-up merken. Want ik had ook gezien dat je een aantal producten had van NYX Cosmetics en zo. Maar die heb ik ook niet gepakt. Dus echt alleen maar Action make-up. En ze hadden een boel. En gelukkig heb ik ook echt veel kunnen vinden wat niet al open is gemaakt en gebruikt. Want dat is heel vaak het geval bij de Action. En alles is natuurlijk weer ongelooflijk goedkoop. Want het is de Action. Dus ik ben weer heel benieuwd wat ik van alle make-up vind. En ja, laten we gewoon snel beginnen met de video. Ben jij net zo benieuwd als ik? En ben je net zo enthousiast als ik? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Op die manier weet ik dat je van dit soort video's houdt. En dan gaan we snel beginnen met de video. Valt op dat mijn achtergrond een glitterachtergrond is. Dit is een witte glitterachtergrond. Ik heb altijd het gevoel dat helemaal niet opvalt. Dat het gewoon lijkt alsof ik gewoon een normale witte achtergrond heb. Terwijl het een glitterachtergrond is. Want ik wissel altijd in mijn video's af van achtergrond. En ik wil niet dat het lijkt alsof ik de hele tijd een witte achtergrond gebruik. Dit is een glitterachtergrond. Nobody cares. Ik heb ook hier de bon. Ik heb in totaal 18 euro betaald. Dus ik heb maar 18 euro betaald voor een full face make-up. Dat is echt belachelijk goedkoop. Altijd wanneer ik make-up test in video's, vergelijk ik het ook altijd met de prijs. Dus omdat het allemaal hele super goedkope make-up is, hou ik daar ook wel echt rekening mee. Dus ik verwacht geen 40 euro kwaliteit van een 2 euro paletje bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje de manier hoe ik altijd make-up test. En ik ga beginnen met de ogen. En ik heb hier een heel leuk oogschaduwpaletje met echt super leuke kleuren. Dit is de Awesome Eyeshadow Palette. Die is dus helemaal zo roze. Dit is de achterkant. En dan als je hem openmaakt, zo, dan heb je dus deze geweldige kleurtjes. Toen ik dit zag, ik dacht echt, oh mijn god, dit is echt geweldig voor mij. Want je hebt heel veel van die felle kleurtjes en daar hou ik van. Dit soort felle kleurtjes zie ik niet heel vaak terug in goedkope paletjes. Je hebt ook een klein kwastje erbij die ik niet gebruiken. En je hebt dus allemaal matte kleuren en glanzende kleuren. Dus het is een beetje een mixje. Dus ik ga echt proberen een goede heftige look te maken met dit paletje. Want hoe duur is dit paletje? Jullie hebben het al net gezien in beeld. Maar ik weet het nog eventjes niet. Oh mijn god. Volgens mij heb ik hem niet betaald. Ik kan hem niet vinden hier. Op de bon. Nee joh. Oké, ik heb dit paletje dus gewoon gratis gehaald per ongeluk. Oké, ik ga ervan uit dat dit paletje 3 euro is. Want ik heb hier nog twee van dit soort paletjes en die zijn 3 euro. Dus ja, ik heb hem gewoon gratis gehaald. Ik ga stuk. Ik ga beginnen met primen met mijn Colourpop Concealer in de kleur Light 16. Oké, ik ben best wel van plan om een heftige look te maken. Dus ik hoop dat de kwaliteit goed gaat zijn in het paletje. Ik ga beginnen met deze lichte oranje matte kleur. Deze ziet er mooi uit. En met een platte fluffy kwast breng ik die zo aan in mijn crease, maar alleen maar hier in de binnenste ooghoek. Dan ga ik in met deze mooie blauwe aqua matte kleur. Ik gebruik nu een grote fluffy kwast. Deze is van BH Cosmetics nummer 101. En die breng ik daarnaast aan. En die smoke ik zo helemaal door naar buiten. En dan breng ik weer een beetje extra aan van die oranje kleur om het in te blenden met die blauwe kleur. Dan pak ik weer mijn Colourpop concealer om een halve cut crease te maken. En voor de cut crease gebruik ik mijn NYX Cosmetics kwast nummer 14. Dan pak ik deze hele lichte glanzende kleur. Die is een beetje rozeachtig. En die breng ik aan over de hele cut crease. En ik maak mijn kwast nat met mijn Revolution Fixing Spray. I Heart Revolution Fixing Spray. En ik gebruik weer een platte kwast van BH Cosmetics nummer 102. Al die BH Cosmetics ogenkwasten die ik heb, die zijn van een oogkwasten set. Die is te koop bij Uzi Shop. En die kleur druk ik dan gewoon zo hierin. Dan ga ik ook nog in met de glanzende kleur hier. En die breng ik gewoon ernaast aan. Oh wauw, die heeft echt gelijk heel veel pigment. Dan pak ik weer een beetje van die lichte glanzende kleur. En dan blend ik die hier nog een beetje in met die andere kleur ernaast. Dan hebben we zo'n mooi
ombre effect. Nou, ik ben tot nu toe best wel impressed met een paletje van maar 3 euro. 3 euro, jongens. De matte kleuren konden wel iets meer gepigmenteerd. Ik zie ook een verschil in de glanzende kleuren. De lichte kleur hier is best wel poederig, zoals je kunt zien. Alleen de kleur hier echt totaal niet. Die kleur is echt veel beter. Dus ik snap niet waarom ze dan niet gewoon elke kleur in die kwaliteit maken. Maar oké, ze brachten wel allebei top aan. I like it. Ik ga weer terug in die blauwe matte kleur. En die blauwe kleur breng ik dan zo ook hier aan in de hoeken. En dan een beetje weer inblenden met die glanzende kleur. Het enige wat ik een beetje mis in het paletje is echt een donkere matte kleur. Die heb je niet echt. Ik had nou graag hier iets van een donkerblauw of zo willen doen. Of zwart. Ik heb nou ook best wel wat kleuren gebruikt. Ik wil altijd veel kleuren gebruiken in een paletje. Want dan weet ik goed wat ik van het hele paletje vind. Zo, het is een beetje een aparte kleurencombi. Maar ik vind het wel iets leuks hebben. Dan heb ik hier ook de XOXO mascara. Deze zag ik daar ook hangen. Ze hadden best wel een aantal mascara's. Ik heb er gewoon eentje gepakt. En dit is dan de mascara. Het is een beetje zo'n groot, dikkige verpakking. En dit is echt een 1 euro mascara, jongens. 1 euro. Er staat op Intense Black. Dus dat die echt super zwart gaat zijn. Oeh, hij is super groot en dikke. Ik moet wel zeggen, als ik één soort make-up slecht vind, altijd van de Action, is het dus de mascara's. Maar ik hoop dat hij iets beter is dan wat ik gewend ben vandaar. Ik vind de mascara niet zo. Hij doet niet heel veel voor mijn wimpers. Hij voelt een beetje gladjes aan. Hij blijft niet goed plakken en goed zitten op de wimpers. Er is tot nu toe echt geen enkele mascara van de Action die ik goed vind. Ik ga even nep wimpers opdoen. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, wimpers zitten erop. Ik heb hier Lily wimpers op. Deze zijn echt 30 euro. Super duur. Deze kosten al meer dan heel deze Action collectie. Is echt belachelijk. Ik ga beginnen aan het gezicht. Ik heb niks om mee te primen, want dat hadden ze niet. Dus ik gebruik heel even mijn Catrice Fresh It Up primer. Foundation hadden ze ook niet. Maar wat ze wel hadden is een beauty blender. Dus deze wil ik gaan proberen. Ik heb wel eens beauty blenders van de Action geprobeerd. En ik vond ze altijd slecht. Ik vind ze altijd echt veel te hard. Dus ik hoop dat dit beter gaat zijn. Dit is hem dan heel cute en roze. Hij voelt wel hard aan. Dus ik ben een beetje bang. Ik ga hem even nat maken. Nou, ik heb hem nat gemaakt. Hij is een stukje gegroeid. En hij voelt op zich best wel zacht aan. Dat ben ik niet gewend van de Action, want ik vind ze altijd echt super hard en daar kan ik echt niks mee. Maar op zich voelt hij best wel zacht aan. Even kijken, ik breng van de Primark My Perfect Color aan in de kleur Toffee. En ik ga die een beetje mixen met mijn Hema B-olie. Nou, alles is helemaal mooi aangebracht. I like it. De spons is echt zacht. Hij is zeker zacht genoeg. Voor zo'n goedkope spons ben ik het dus echt absoluut niet gewend dat hij zo zacht is. Wat ik wel vind, is dat hij echt heel veel absorbeert. Hij absorbeert echt superveel. Veel meer dan dat ik gewend ben van bijvoorbeeld mijn NYX spons. En die is ook maar 8 euro. Is wel 7 euro meer dan de andere. Maar deze absorbeert niet zoveel en is echt geweldig. Deze is super goedkoop. Hij is ook zacht. Hij breekt ook van alleen hij absorbeert veel. Wat ze ook niet hadden is een concealer. Gaat lekker jongens dit. Dus ik gebruik mijn NYX Born to Glow concealer in de kleur Vanilla. En ik breng hem ook weer aan met de spons. Even zien of hij goed zo hier in de binnenste hoek komt. Omdat hij zo zacht is, kan ik hem ook zo lekker dun maken. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Heel veel van de gezichtsproducten die waren van Max & More. En anders hadden ze niks. Dus ja, vandaar dat ik daarvoor nou niks heb. Maar ik dacht, ik haal gewoon zo'n blender. Want dan kan ik op zijn minst nog iets proberen voor het gezicht. Ik kom alleen niet heel goed hier in de binnenste hoeken. Daar was ik al een beetje bang voor, want hij is best wel groot. Maar ik druk het gewoon helemaal en dan probeer ik er gewoon toch te komen. Dan heb ik ook een pressed matte poeder gevonden. Die is gewoon wit. Dus deze ga ik gebruiken. Een matte finishing poeder. Ik hoop dat hij niet een hele waas gaat achterlaten. Kijk, de hele verpakking staat mat op. En het is gewoon zo'n witte matte poeder. Hopelijk is hij echt doorzichtig. Want dat staat er wel op. Dus dat zou die wel echt moeten zijn. Zo, ik heb het vooral veel aangebracht op de plekken waar ik concealer heb gedaan. En dan ook nog een beetje op de rest van mijn gezicht. Ik ga heel even een foto maken met Fliss om te zien of hij flashback heeft. In principe maakt hij mijn gezicht niet wit. Dat vind ik al fijn. En hij maakt ook echt wel mat. Nee, helemaal geen flashback. Oké, dus die poeder
is echt oké. Oh mijn god, ik kom er net achter dat ik wel een concealer heb. Ik heb hier de concealer en bronzer paletje. En hier zitten 3 concealer kleuren in. Dit zijn 3 concealer kleuren, gewoon cream en 2 bronzers. Oh wat dom, dat ben ik echt helemaal vergeten. Sorry guys. Maar ik denk eerlijk gezegd dat deze concealer niet goed zou gaan zijn. Ik weet niet waarom ik dat denk. Dat is gewoon een vooroordeel. Wat ik wel hiermee ga doen is dat ik de bronzers gebruik. Ik gebruik de kleur hier. Daarmee ga ik even contouren eerst ook. Nou, dat ging echt prima. Het is niet echt een ideale contourkleur. Het is ook officieel geen contour. Het is gewoon een bronzer. Hij is een beetje warm. Maar dat is voor een bronzer ideaal. Maar niet echt ideaal voor contour. Maar ja, het is ook geen contour. Dat heb ik er gewoon even van gemaakt. Ik ga even mijn ogen afmaken. En ik begin met roze. Deze roze matte kleur breng ik aan op in mijn binnenste ooghoek. Op mijn onderste wimperrand. En dan zo daarnaast breng ik die matte blauwe kleur aan. Ik begin eerst met blauw, denk ik. En dan pak ik weer deze licht glanzende kleur die ik ook aanbracht op mijn ooglid. Daar pak ik een beetje van en die breng ik dan ook nog zo'n beetje extra aan hier zo in mijn binnenste ooghoek. En dan ook wat mascara op de onderste wimpers, wat vast niet heel makkelijk gaat zijn, want hij is zo groot. Ik hoop niet dat ik mijn huid eronder te veel aanraak. Dan pak ik weer dat concealer en bronzer paletje. Ik vind het ook by the way super apart. Ik heb nog nooit een paletje gezien waar alleen maar concealer en bronzer in zit. Dus echt een cream concealer en dan daarnaast 2 poederbronzers. Dat is echt een hele aparte mix. Ik pak weer gewoon die bronzer en dan ga ik even mijn hele gezicht bronzen. Ik vind de bronzer echt niet slecht. Kijk hoe mooi warm, jongens. I like it. Dan heb ik hier een highlight en blush paletje. Ook zo in die verpakking die je net ook zag bij de bronzer en de oogschaduw. Oh, de kast valt eruit. En dan heb je hier 3 blushes en 3 highlighters. Je hebt ook zo'n kwastje, maar die gebruik ik echt nooit. Even kijken, ik ga deze 2 blushes ga ik met elkaar mixen. Ze zijn gewoon, volgens mij, ja, mat met een hele lichte glitter of zo. Oeh, er komt heel veel pigment vanaf. Ik zou niet te veel aanbrengen. Ik moet wel zeggen, ik heb nou onderhand in mijn jaren hier op YouTube echt al heel vaak blush getest. Blush kan echt bijna niet misgaan. Het moet wel echt heel slecht zijn als ik zeg dat ik de blush niet fijn vind. En ook weer nou, ik vind de blush mooi. Hij is wel super heftig en ik heb niet veel aangebracht. Ik weet, mensen die al een tijd zijn geabonneerd, die weten dat ik altijd te veel blush aanbreng. Maar dat heb ik nou echt niet gedaan. Ik heb echt niet te veel aangebracht. Hij is gewoon heel gepigmenteerd, maar ik vind het mooi. Ik hou altijd van veel blush. Dan ga ik in met de glanzende kleur hier. En die breng ik dan aan als highlighter. Daar komt niet heel veel van af. Ik hou altijd van een hele heftige glow. Ik ben ook echt op de hoogte dat heel veel mensen daar niet van houden. Ik vind dit mooi als een everyday glow. Het is niet too much. Het is niet helemaal zo in your face. Maar het is er wel echt. Het is niet dat er echt niks zit. Ik heb nou iets meer aangebracht en het bouwt wel echt op. Dus als je wat meer wilt, dan bouwt hij ook gewoon goed op. Oké, top, top. Hij is wel heel poederig. Maar ja, het is ook een super goedkoop paletje. Ik ben echt onder de indruk van dit paletje. Voor maar 3 euro. De blush is mooi. De glow is mooi. Ik heb wel heel veel glow moeten aanbrengen om het zo heftig te maken. Als jij gewoon een everyday glow wilt, dan kun je gewoon een beetje aanbrengen. En dan is het everyday. Ik vind het dus ook fijn dat je dat kunt doen. Je kunt er gewoon van maken wat je wilt. Ik vind de blushes ook echt heel mooi. I like it. Ik vind dit paletje echt mooi. Dan heb ik als laatste voor de lippen deze Go Matte Liquid Lipstick. Dit is dus een matte liquid lipstick. Ik heb de kleur 2. Is een beetje een mauve-achtige nude kleur. Ze hadden hier wel een aantal kleurtjes van en ik heb gewoon een nude kleurtje gepakt omdat ik al wist dat ik best wel heftig zou willen gaan met mijn ogen. Dit is dan de verpakking. Ik hou normaal niet van matte lipsticks omdat ik best wel droge lippen heb, maar ik heb geen gloss dus ik hou het gewoon mat vandaag. Oeh, de kleur is mooi. Matcht mooi met de look. Wauw, de kleur matcht echt heel mooi met de look. I like it. Het is wel een fellere kleur dan dat ik had verwacht. Ik had iets meer nude verwacht, maar het is toch best wel fel. Het is een beetje fel rozig-achtig, maar I like it. Oh mijn god, ik ben echt heel blij met mijn gezicht, mensen. Ik heb wel 1 ding van Max & More. Die hebben ze mij nog niet gestuurd. Die is nieuw, maar nou in verband met corona kunnen ze mij niks meer sturen eventjes. Dus ik dacht, ik heb hem niet, dus ik haal hem gewoon in de winkel. En dat is de Max & More Makeup Hydrating Fixing Spray.
Die is dus nieuw. Ze hebben al 3 fixing sprays. Die heb ik wel alle 3 gewoon. Deze alle 3. Ik vind ze alle 3 fijn. Ik heb ze ook gewoon hier gepakt, want ze liggen hier. Dus ik vind deze echt heel top. Voor die lage prijs echt amazing. Dus ik ben ook heel enthousiast over de hydrating. Daar hou ik altijd wel van. Omdat ik dus een beetje een normale tot droge huid heb. Dus deze ga ik even proberen. Dit is dan hoe die eruit ziet. De verpakking. Gewoon net als die andere. Alleen die andere hebben dus echt een kleur. En dit is een clear verpakking. Gaat mooi samen met de hydrating team. Oeh, ik hou niet van de geur. Hij sprayt wel echt top. Gewoon net als de 3 andere. En dit is ook weer zo'n hele fijne spray om je kwasten nat te maken. Voor als je een glanzende kleur gaat aanbrengen. En hij voelt lekker nat aan. Lekker cool. Ik denk dat ik die ook wel fijn vind, jongens. Ik ben echt absurd blij met de look. Kijk hoe leuk dit is. En dit allemaal met action make-up. Of ja, niet allemaal action make-up. Een aantal dingen had ik niet. Maar het meeste is action make-up. Nou mensen, wat vinden we van de make-up? Ik ben er echt heel blij mee. I like it. Lekker heftig. Ik ga even alles af om even nog te laten weten of ik het nou echt aanraad of toch niet. Ik begin gewoon gelijk met de fixing spray. Deze raad ik zeker aan. Heel fijn op mijn gezicht. Ik ben niet zo'n fan van de geur, maar daar kan ik mij wel overheen zetten. Dit oogschaduwpaletje raad ik toch wel aan. Ondanks dat het niet het beste paletje ever is. De matte kleuren zijn niet echt heel gepigmenteerd. De glitterkleuren, vooral de lichte hier, is een beetje poederig. Daar hou ik ook niet zo van. Maar zoals je kunt zien kun je echt wel een hele goede look maken. Ik raad hem zeker aan als je net begint met make-up. En je wilt nog oefenen met kleurtjes. Dit paletje gaat jou echt goed helpen. Voor maar 3 euro. Deze matte poeder vind ik ook fijn. Het is niet echt iets heel bijzonders. Het is gewoon een goede matte poeder. Het geeft geen flashback. Of je op een vettige huid alles echt heel mat gaat houden. Dat weet ik niet zo zeker. Want hij is niet super mat. Maar voor mijn huid normaal te droog is het gewoon een goede normale poeder. En dit highlight en blush paletje, dat is echt de winnaar van vandaag. Ik vind het echt een top paletje. Die gaat ook echt gewoon hier in mijn la met alle make-up die ik vaak gebruik. Ik vind de blushes prachtig. Ik vind de glow prachtig. De prijs is zo goedkoop. Ik vind het echt een goed paletje. Wat raad ik niet zo aan? En dat is dit concealer en bronzer paletje. Ondanks dat ik de concealers niet heb gebruikt, kan ik al wel een beetje inschatten dat ik ze niet heel fijn ga vinden. Want ik persoonlijk hou gewoon niet van cream concealers. De bronzer was wel mooi. Die raad ik zeker aan. Als die gewoon los was, dan raadde ik hem zeker aan. Dan had ik hem zeker aangeraden, bedoel ik. Nederlands Sarah. Maar om dit hele paletje te houden voor 1 bronzer. Het is best wel groot en onhandig. En ja, ik persoonlijk ga niet een heel paletje die er zo uitziet houden voor 1 bronzer. Ondanks dat ik die wel gewoon fijn vond. De spons is een beetje een moi. Ik vind hem fijn. Alleen hij absorbeert gewoon echt te veel. En dat vind ik echt niks. En om die reden zou ik hem niet meer gebruiken. De matte lipstick. Voor mijn lippen te droog. Hij voelt echt een beetje droog aan. Hij trekt niet heel erg veel. Ik heb matte liquid lipsticks gehad die echt veel droger waren dan dit. Als jij geen problemen hebt met droge lippen, dan is die misschien wel fijn voor jou. Ik vind de kleur ook mooi. Alleen ja, voor mij persoonlijk niet zo goed. En de mascara, dit vind ik echt absoluut het slechtste vandaag. Ik ben er geen fan van. Hij doet echt niks. Dus ja, dat is wat ik van alles vind. Al met al ben ik toch echt wel weer blij met de video. Oeh, I like it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's die je kunt gaan bekijken. Aangezien we nou allemaal in huis zitten en toch niks anders te doen hebben. Bekijk gewoon even al mijn video's. Ik heb er een boel. En ik plaats mijn hoofd hier in beeld om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!